Thank you.
Lucy. Ja. Dank je wel voor dit prachtige concert. Ik voel me heel erg bevoorrecht dat ik hier helemaal alleen in de Doelen met de crew en je moeder hier mag naar luisteren. Zo vroeg in de ochtend ook. Wat heb je nou precies gespeeld? Vooral dat eerste raakte mij heel erg. Het eerste stuk, dat was, ik begon met Bach. Een Gieg uit zijn vioolpartita. De derde vioolpartita. In de bewerking voor blokfluit. En daarna heb ik nog een Oosterstuk gespeeld. Van Lee Sang-yoon, Koreaanse componist. En ook dingen van Van Eyck. Dus ook Nederlandse muziek. Jacob van Eyck. Een componist uit de Renaissance die in Utrecht woonde. En het laatste stuk op het programma was Syrinx van Debussy. Een heel bekend, eigenlijk dwarsfluitstuk, maar ik speelde het op voiceflute. Ja, en 5 verschillende instrumenten natuurlijk. Ja. En hoe heb je het ervaren om in een volkomen lege Doelen, grote zaal lege Doelen te staan? Ja, het had iets. Het is eigenlijk absurd, maar niet zo absurd als de situatie waar we nu in zitten. Dus het voelde dan weer, in deze situatie voelt alles normaal ongeveer. Maar het was met name heel leuk om weer in de zaal te mogen spelen. Want ik heb dat zo gemist dat je je gewoon kunt laten inspireren door wat er terugkomt. Als je de hele tijd in een woonkamer, in een zitkamer studeert, is dat toch, je moet alles dan uit jezelf halen. En dit is gewoon, krijg je heel veel terug. Dus dat was echt een beloning voor mij ook. Dus ik vond het heel leuk om te doen. En heb je wel de discipline om op te staan en te repeteren? Ben je gelijk daaraan begonnen of was het even... Ik had wel even een overgangsperiode nodig. Ik denk dat dat ook wel gezond is. Want ik merkte dat ik me heel snel weer totaal verloor in overproductief proberen te zijn. Om gewoon de leegte op te vullen, zeg maar. Terwijl je juist deze tijd ook even kunt gebruiken om gewoon tot rust te komen. Of dingen op een lager tempo te doen. Dus ik merk wel dat ik nu iets meer... mijn leven erop heb ingesteld dat ik ook heel veel tijd heb voor dingen waar ik normaal geen tijd voor heb. Ja, dus ik vind het nu ook steeds leuker eigenlijk, de situatie waar we in zitten. Maar ik, aan het begin dacht ik echt van, toen vond ik het helemaal niet leuk. Ik denk dat de meeste mensen was eerst zo van overgangsperiode van wat moeten we nou of zo. Of een soort teleurstelling ook van alles is afgelast natuurlijk. Dat is voor muzici al helemaal een ding. Ook dingen waarvoor je lang hebt voorbereid die dan opeens niet doorgaan. Dus dat voelt een beetje een soort van anti-climactisch of hoe zou je dat zeggen, ja. Heb je veel contact met andere muzikanten? Praten jullie erover? Ja, ik heb wel een aantal muzici-vrienden, ook niet-muzici-vrienden. Die hebben ook die studies doen, die ook allemaal niet meer op de universiteit hun tentamens maken, maar online. Maar ook zeker andere muzici, ja, ik praat wel veel met... dat helpt wel om elkaar op te zoeken, denk ik. En speel je dan ook? We hadden vorige week 2 muzikanten en die hadden... online gerepeteerd. Dat was best lastig volgens mij. Ja. Maar doe je dat? Nee, nou, hangt er vanaf. Ik heb wel geprobeerd met dat... ik ben mezelf technologisch heel erg aan het opvoeden. Want je kan dus met een soort split screen kan je video's maken waarbij je jezelf opneemt. En dan kan iemand anders de tweede partij opnemen. Kan je dat onder elkaar zetten. Dus daar heb ik een beetje mee geëxperimenteerd. Dus ik ben van plan om met een vriendin van mij dat ook samen te gaan doen. Met de pianiste. Maar het is lastig. Je kunt niet... Via Skype repeteren, dat zou niet lukken, denk ik. Qua samenspel zit er te veel vertraging in. Dus dat is jammer, maar ja. Maar gelukkig heb ik in mijn huis waar ik woon ook andere muzici om mee samen te spelen. Namelijk mijn ouders en mijn broer. En zijn vriendin speelt cello. Dus we kunnen. Ik speel dan piano. We zijn nu Schubert pianotrio's aan het van blad lezen. Heb je dan een soort structuur in je dag van... Ik moet zeggen, ik geniet er wel van om niet heel veel structuur te hoeven hebben. Want volgens mij kom ik op heel veel mensen altijd over als een heel gestructureerd persoon. Maar het is heel fijn om je ook juist de vrijheid te hebben om je af en toe te kunnen laten leiden door waar je zin in hebt. Of je intuïtie. Of denk je van nu even geen zin. Dan kan je ook 's avonds studeren bijvoorbeeld. Soms is dat ook, zeg maar, ik studeer niet altijd. Ik heb niet een soort routine van, misschien zou dat wel goed zijn om te hebben, weet ik niet. Nog niet heel veel structuur. Maar ik moet altijd 2 instrumenten studeren. Dus blokfluit en piano. Dus dat is dan, geeft al structuur aan mijn dag. Ik kies eerst van waar begin ik mee. En dan is de rest is over voor de tweede helft van de dag, zeg maar. Ja. Wat mis jij nou het meest? Het live concerten spelen voor mensen. En het contact met mensen. En het is grappig dat je door zo'n situatie er eigenlijk achter komt wat er echt belangrijk is voor jouzelf. Want doordat het geldt natuurlijk niet voor iedereen dat het leven op pauze staat. Voor sommige mensen die moeten nu 2 keer zo hard werken als normaal. Maar ik denk voor een aantal mensen geldt ook wel dat het nu een soort van pauze is. Waardoor je kunt nadenken van wat... merk je gewoon wat belangrijk voor jou is in het leven en wat je nu mist. Dus ik merk dan toch wel dat ik echt geniet van concerten spelen en het heel leuk vind om dat te doen. Dus ik hoop wel dat het ooit nog op die manier terug zal komen.
als dit nou allemaal voorbij is, want op een dag is het voorbij, mag ik hopen. Ja. Waar kijk je dan het meest naar uit? Ik denk weer zonder angst samen te kunnen zijn met andere mensen. Ik denk, we raken wel steeds meer gewend aan al die aan alle maatregelen. Maar het roept bij mij soms ook een soort van angst op van het niet handen mogen schudden en zo. Het is nog niet zodanig geautomatiseerd dat ik er ook gewoon vrede mee heb of zo. Ik moet er nog heel erg bewust aan denken, waardoor het ook een associatie heeft met van, oh, we moeten dit doen om voorzichtig te zijn. Terwijl je zou eigenlijk gewoon het automatisch moeten doen. En dan hoef je er niet meer mee bezig te houden. Dus ik kijk er naar uit om weer gewoon zonder zorgen met mensen samen te kunnen zijn. Ja, een soort spontaan te zijn. Precies. Dat je besluit, ik ga dit doen of dat, of ik kijk wel. Precies, of ik ga daar langs. Of inderdaad ook wel gewoon naar winkels. Want ik bestel niet zoveel online, dus ik koop nu echt gewoon helemaal niks. En dan merk je dat het ook wel leuk is om af en toe naar een winkel te gaan en daar rond te kijken en zo. Dus daar heb ik ook weer zin in. En natuurlijk concerten, dat is hetgene wat ik het meeste mis, concerten spelen. Ja. Je hebt me echt geraakt in mijn hart vanochtend. Dank je wel voor het prachtige concert. En ik hoop je heel snel terug te zien in de Doelen. Dank je wel. Dank je wel.